Eerder deze week melden we het al in onze uitzending. Zaal Verploeg en Wiegen sluit na 93 jaar haar deuren. Het zalencentrum maakt hierbij plaats voor woningbouw. Eigenaren Tony en Willy Verploegen kunnen binnen de familie geen opvolger vinden. Eind december trekken ze de deuren definitief achter zich dicht. Het besluit om te stoppen met Zaal Verploegen valt de broers niet licht. De broers werken beide al bijna 44 jaar in het 93-jarige familiebedrijf. Wat vooral zwaar viel was het ontslaan van 3 vaste werkkrachten die al ruim 25 jaar in het bedrijf werkzaam waren. Dat was even zwaar, daar krijg ik wel een beetje pijn in de buik van. Of eigenlijk heel veel pijn in de buik. Maar goed, het is wel goed opgepakt, moet ik zeggen. En voor de rest hebben we het afgelopen maanden bekendgemaakt voor de buitenwereld. En ik moet zeggen, tot op heden alleen maar goede reacties, warme reacties. Een van de organisaties waar het einde van Zaal Verploegen de meeste impact op heeft, is Popcore Event in Wiegen. Het koor heeft in haar 24 jaar nooit op een andere locatie dan de ploeg gezeten en de leden hebben een speciale band met het zalencentrum. Toen het koor startte was ik al wel van plan om een groot koor op te gaan richten. En daar moet natuurlijk een geschikte ruimte voor zijn. En aangezien ik hier al vanaf mijn 17e liep en een beetje kind aan huis was al, dacht ik van nou, dat is best een mooie locatie. Dus we gaan daar eens informeren of dat lukt. En daar kregen wij eigenlijk ook meteen een hele fijne samenwerking en een goed aanbod van jullie mogen het proberen om het koor op te zetten. Krijg je 3 maanden de tijd voor, kosteloos. Is dat het lukt, dan gaan we verder praten, gaan we om de tafel en kijken wat we kunnen doen. Lukt het niet, dan blijft het met gesloten portemonnee. Uiteindelijk werd de popcore dus wel een succes. De goede samenwerking met Zaal Verploegen bleef, maar nu zijn ze helaas noodgedwongen toch op zoek naar een andere locatie. Wij zitten alle twee op een leeftijd dat je denkt van, nou wat gaan we nog doen? Wat kunnen we nog doen? En daar hebben wij een paar jaar terug al het besluit genomen om te gaan kijken of we iets anders kunnen gaan doen. En dat is de keuze geworden om het nu te laten ontwikkelen. Van de Klok Nijmegen gaat het zalencentrum verder ontwikkelen met de gemeente tot woningbouw. Van de iconische Wiegense De Ploeg blijft dus weinig over. Ja, wat moeten we nu? En waar moeten we nu heen? En het is eigenlijk met een lachende traan gegaan. Maar het is wel hartverwarmend hoe alle reacties binnenkomen. We hebben al gezegd, wat we hebben, dat krijgen we nooit meer. Dat weten ook zo vertrouwd en zo eigen en zo tweede thuis, heb ik al tegen Willy gezegd. Maar goed, we willen wel graag verder als koor natuurlijk. Dus we zijn heel naastig op zoek in Wiegen om een andere locatie te vinden die geschikt is voor zoveel mensen. En waar we dan ook nog iets kunnen drinken. Maar ik ben ervan overtuigd dat dat gaat lukken. Maar het zal even een hele grote verandering zijn voor het hele koor.